zijn op Volendam, het mooie Volendam, aan het Markenmeer. En het is vandaag een speciale dag, want we gaan onze nieuwe single presenteren. Alleen wij twee wordt zometeen hier officieel gedaan in het café van Jan Smit Lotje. En we zijn een beetje gespannen, want het is wel spannend. Maar we hebben er heel veel zin in. Edwin ken ik al zo lang. Die zit eigenlijk al langer in het vak als ik. Dat is hartstikke leuk om met iemand waar we mee bezig zijn zoveel opnames mee gemaakt hebben. Om voor hem en zijn nieuwe liefde een liedje te schrijven. Dat vind ik leuk. Ik heb gehoord zelfs dat Natasja en Edwin de nieuwe Jan en Annie zijn. Nou, wat mij betreft kan dat. Ik wens ze ontzettend veel succes. Aan het heelal. Wat liefde kan doen met mensen, dat zie je dan maar weer. Ze hebben elkaar muzikaal ook gevonden. En ik heb getracht een beetje pakkend melodietje te maken. Wat ik natuurlijk in het verleden wel meegedaan heb. We gaan straks kijken naar een clip waarin ik ook nog gitaar speel. Daar moet je niet te veel naar kijken. Focus je volledig op Natasja en Edwin. Ik zou zeggen, koop hem. Ga meteen naar de winkel. Hij is natuurlijk niet in de winkel te krijgen. Dat was vroeger allemaal. Uit mijn dromen, in mijn eigen bed. Kom nog heel even dicht bij mij. Ik ken Edwin natuurlijk al heel erg lang. En ik ben hier ook niet als artiest of collega. Ik ben hier meer denk ik als vriend. Want we hebben fantastische dingen gedaan. Clip die jullie gemaakt hebben, vind ik fantastisch. Het is helemaal wat het moet zijn. Dat is ook wat je wil, wat jullie willen. En wat ik het allermooiste vind, dat is ook de reden waarom ik er ben. Is dat ik het ontzettend gaaf vind dat je je droom naleeft. Dit is wat je wil. Je wil gewoon ook nog zoiets doen. En dan samen met je vriendin is dat denk ik het belangrijkste. Je dromen volgen. Alles doen in dit leven. Edwin en Natasja, gefeliciteerd met jullie nieuwe single. Ik hoop dat het een groot succes wordt en dat er nog maar veel Ferraris en nieuwe Porsches mogen volgen. Hoe heet die nieuwe single? Succes! Nou, dit was onze cd-presentatie en het was echt een supergezellige middag. En ja, ik hoop dat jullie allemaal ons liedje gaan streamen en kijk op YouTube voor de mooie videoclip. Dankjewel allemaal! Alleen bij twee.